Op vrijdag 21 mei vond in Asten de officiële opening plaats van Woonzorgcentrum Hof van Bluizen. De opening stond in het teken van samenwerking. Hof van Bluizen is de nieuwe naam voor het Woonzorgcentrum aan het verbouwde klooster Moederhuis Missiezusters in Asten. Nu het kloostergebouw grotendeels een andere functie heeft gekregen, was een nieuwe naam voor deze locatie van Amalia Zorg een logisch gevolg. Het nog bestaande kloosterdeel blijft de originele naam Moederhuis Missiezusters dragen. Hof van Bluisen heeft 40 plaatsen voor psychogeriatrische verpleeghuisbewoners en 20 plaatsen voor verzorgingshuisbewoners. Er is een groot aanbod aan activiteiten. In de toekomst wordt Hof van Bluisen voorzien van dagverzorging en dagbehandeling en een restaurant. Eveneens biedt het woonzorgcentrum ruimte voor ontvangst van familie, vrienden en kennissen.